Iedereen staat vol spanning te wachten tot conciërge Fatima op school aankomt. Daar komt ze! Het is een grote verrassing. Ze is gekozen tot conciërge van het jaar. Ze kan alles, ze doet alles, ze weet van alles, weet waar alles ligt. Ze is heel zorgzaam. Omdat heel veel kinderen van haar houden. Ze kan echt plat Utrechts praten. Voor iemand uit Marokko is dat bijzonder. Het kan niet op met alle complimenten vandaag. Er zijn zoveel meer mensen op een school die een school maken, die de sfeer bepalen. En dat doet je Fatima zeker. Jullie hebben het geluk dat jullie de beste conciërge van Utrecht hebben. Ze houdt alles in de gaten, ze plakt de pleisters, ze geeft de knuffels, ze doet de pauze wachten, ze doet de koffie en thee ronden, ze neemt de telefoon op. En als Fatima er niet is, dan loopt het ook een beetje in het honderd. En wat moet je daar nou op zeggen? Ja, ik hoor dat ik de beste ben. Dat zou wel. Volgens mij doe ik gewoon mijn werk, maar... Ja.